Sommige slachtoffers van incest zijn nauwelijks te helpen. In Groningen gaf de sociale dienst daarom zijn fiat aan een bijzondere aanpak. De alternatieve videogestalttherapie van mevrouw Wies-Moget. Een behandeling die bestaat uit hypnose en het confronteren van de patiënten met hun eigen gedrag. Maar de laatste tijd staat het instituut van Moget in een kwade reuk. Het lijkt er sterk op dat de sociale dienst geld heeft gestoken in een soort sekte. Het instituut voor videogestalttherapie houdt de deur angstvallig gesloten. Maar de verwijten aan het adres van therapeute Wies-Moget klinken steeds luider. De eerste critici waren de secretaris van de stichting Skepsis, die onder meer onderzoek doet naar randverschijnselen van de psychologie, en twee ex-patiënten. Maar ook de psychiatrie heeft de aanval geopend, bij monden van de voorzitter van de vrijgevestigde psychiaters van de Landelijke Vereniging voor Psychiatrie. Het is een instituut waarbij de video wordt gebruikt om diagnoses te stellen. Mensen worden voor de video geplaatst. Ze moeten dan onder meer papa en mama zeggen. En mevrouw Wies-Moget kijkt dan goed naar hun ogen. En die ziet dan bijvoorbeeld dat er in een flits even een waas verschijnt. Zij blijkt de enige te zijn die dat kan zien. En daaruit kan zij concluderen dat iemand bijvoorbeeld op 1-jarige leeftijd seksueel is misbruikt. Die werkwijze lijkt mij erg omstreden en weinig wetenschappelijk. Wat ik ervan begrepen heb, wordt gekeken naar de oogstand en van de mondhoeken. Op stilstaande beeldjes, beeldje na beeldje. En vervolgens worden daar nogal vergaande conclusies aan verbonden. Waar ik heb gehoord vaak over kindermishandeling of incestervaringen. Dankzij de charismatische uitstraling van de therapeut waren mensen ook snel geneigd om te geloven wat er gezegd werd. En dat werd dan gebruikt om... Ja, hoe zou ik het zeggen? In een persoonlijke vertrouwensrelatie tot manipulatie te komen. Wat voor manipulatie was het dan? Jij bent slecht, jij deugt niet. Jij bent in staat tot het plegen van een moord. En werk jij dat maar eens uit. Er werd mensen eigenlijk van alles wijsgemaakt. En dat was mogelijk, omdat het in een afhankelijkheidsrelatie plaatsvond. 5 ex-patiënten, of ik kan beter zeggen ex-cliënten van Wies-Moget, heb ik zelf in mijn praktijk gezien. En ik had de indruk dat alle 5 buitengewoon ongelukkig waren over de manier waarop ze daar behandeld waren. En het lijkt erop dat er steeds een patroon aanwezig is, dat deze mensen vroeger of later, vaak heel vroeg al, wordt verteld dat ze zelf incestervaringen gehad moeten hebben. Ze moeten daarbij in hypnose. De diagnostische methode wordt gebruikt. En ze moeten er allemaal aan. Zij zijn slachtoffers van seksueel geweld. Eventueel zelfs verhalen over satanische rituelen. Er werd mij verteld in eerste instantie dat mijn schoonvader ermee te maken zou hebben. Dat hij zich bezig zou houden met kinderporno. En toen werd aan mij gevraagd in eerste instantie of ik niks aan mijn man wilde vertellen. Toen ik later ben gescheiden, toen hebben ze ook aan mij verteld dat mijn man ermee te maken zou hebben. Dat hij mij en mijn dochter ook op een rituele manier zou misbruiken. En geloofde u dat dan toen? Op dat moment wel, ja. Hoe kan dat? Omdat het steeds, wat ik als ik er naar terugkijk, dat het steeds schok op schok op schok reacties waren. En op een gegeven moment zit je er zo middenin, in al die schok ervaringen, dat ik het toen nog wel geloofde. In dit geval hebben we te maken met iemand die niet goed opgeleid is. En tegelijkertijd zijn er nogal wat aanwijzingen dat zij op ernstige wijze mensen mishandelt en ze in het ongeluk stort. Mensen die zelf zeer gevoelig zijn op het moment dat ze daartoe verwezen worden. In dat geval is het vergelijkbaar met medische missers of echt zelfs kwakzalverij. Je kunt het een beetje met een soort charismatische guru vergelijken, die soms mensen ook de raarste dingen kan aanpraten. Zij vertelt hele fantastische verhalen en het is opmerkelijk dat mensen dan niet al veel sneller doorhebben dat die mevrouw niet helemaal in orde is. He, zo vertelt ze bijvoorbeeld aan een ex-therapeut dat ze vroeger in het geheim Ruud Lubbers in behandeling zou hebben gehad. En ze zou een goede vriendin zijn geweest van de koningin. En ze zou een wedstrijd voor therapeuten hebben gewonnen en op slot Zeist, waar ook enkele professoren aan deelnamen. Dat soort verhalen vertelt zij. Als ik de verhalen over deze mevrouw hoor, dan denk ik dat er nogal wat aanwijzingen zijn dat zij op dit moment zelf geestelijk of misschien ook lichamelijk ziek is. En met name hoor ik steeds weer verhalen dat zij nogal veel fantaseert, mogelijk ook überhaupt niet meer weet het verschil tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid, fantasie. En dat zou je eventueel
Maar dan zou ik haar persoonlijk moeten zien of een van mijn collega's een psychose kunnen noemen. Toch heeft de sociale dienst de therapieën voor enkele honderden patiënten vergoed. Bij elkaar voor vele tonnen. Normaal verwijzen wij voor psychotherapie naar Driag. Soms is het zo dat Driag deze therapie niet zelf kan doen of dat de lijst te lang is. Dan komen mensen bij ons terug en dan vragen wij het advies van een GGD-arts. Als het positief is, gaan wij over tot betaling. En de adviezen van de GGD waren steeds positief. De mensen die wij gezien hebben en die dan ook kwamen voor het verzoek om verlenging, daarvan hebben wij niets anders dan positieve geluiden gehoord. Tot wij nu geconfronteerd worden met klachten daarover. Vanwege die klachten heeft de sociale dienst de vergoedingen inmiddels gestopt. En de inspectie voor de volksgezondheid heeft zich ook over de zaak gebogen. Maar gisteren besloten dat er geen onderzoek kan worden ingesteld, omdat het Videogestaltinstituut geen reguliere instantie is. Het Openbaar Ministerie is door de inspectie over de klachten geïnformeerd. Maar zelf doet ze er dus niets mee. Ik kan me voorstellen dat de inspectie zegt, het gaat in dit geval niet om een arts of om een psycholoog. Dus het valt buiten mijn gebied. Anderzijds is er dus toch sprake van een misleiding aan het publiek. Waarbij mensen ook door de gemeentelijke sociale diensten de afgelopen jaren steeds weer naar dit instituut werden verwezen. En waarbij kennelijk toch steeds weer de neiging was om te zeggen, het zal wel goed zijn, want de gemeentearts geeft hier zijn fiat aan. En dat vind ik een slechte zaak. En dan denk ik dat toch de inspectie hier wel werk van moet maken. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wil Wiesmochet niet persoonlijk reageren. Er wordt alleen een schriftelijke verklaring afgegeven. Het instituut beraadt zich op stap en intussen is dat gebeurd. Want het instituut voor videogestalttherapie heeft vandaag bij justitie een aanklacht ingediend tegen meneer Nanninga van de stichting Skepsis, die u zojuist in de reportage zag en die scherpe kritiek had op mevrouw Moget van het instituut voor die videogestalttherapie. Bij onze studio, meneer Simons, hoofdinspecteur voor de volksgezondheid. En meneer Simons, die meneer van de Vereniging voor Psychiatrie zegt, de inspectie voor de volksgezondheid moet ingrijpen. Dat hebt u tot nu toe niet gedaan. Waarom niet? Ja, de inspectie is terughoudend, maar zeker niet passief in dit soort gevallen. In de eerste plaats, het gaat hier om beroepsbeoefening in een instituut wat geen enkele erkenning heeft door beroepsbeoefenaren die geen enkele erkenning hebben. Dus extra controleren zou ik zeggen. Ja, maar dan hebben wij dus als enige sanctiemogelijkheid eigenlijk het strafrecht. En niet het tuchtrecht. Een inspectie is wel bevoegd om klachten in te dienen bij een tuchtcollege. Maar bij strafrechtelijke zaken zijn we aangewezen op het Openbaar Ministerie, op de officier van justitie. Is dat niet gek? Als je niet erkend bent, dan is het lastiger voor de controlerende instanties om je te controleren en misschien te straffen. Dat is een beetje de wereld op zijn kop lijken. Ja, dat moeten mensen zich ook goed realiseren. Dat als zij niet gewoon via de huisarts worden verwezen naar instellingen die erkend zijn, dat ze dan ook risico's lopen waar de overheid ze niet in alle opzichten tegen kan beschermen. Dat kan dus pas als het heel laat is, als er schade ontstaan is. En dan zijn we zeker actief. Ik wijs op de Iatrozova-affaire, waar wij dus een hele actieve rol hebben gespeeld. Maar u bent toch een beetje een politieman met een blinddoek voor en de hand op zijn rug. Want u kunt ontzettend weinig doen. U kunt dingen signaleren, zien in zo'n reportage, andere publicaties. Ja, wij zijn een constaterende dienst, zou ik kunnen zeggen. We hebben dus naar dit soort instellingen weinig bevoegdheden. Lijkt me frustrerend. Dat is... ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich dat realiseren. We moeten ons natuurlijk ook afvragen waarom er zoveel meer belangstelling is voor alternatieve behandelwijzen, pseudotherapieën en dergelijke. Hoeveel mensen gaan er per jaar naartoe in Nederland, naar dit soort instituten? Nou, er zijn schattingen dat het bij instituten die buiten de reguliere zorg omgaan, dat het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen, ongeveer 6% van de bevolking. Een hoop geld. Dat is een hoop geld. Het gaat om naar schatting meer dan 500 miljoen gulden per jaar, wat daarin omgaat. Dus het is een groot bedrijf waarin de controlemogelijkheden uiterst beperkt zijn. Realiseert de politiek zich dat? Een miljoen mensen, zegt u, er zullen ongetwijfeld hele goede tussen zitten, goede instituten ook, maar waarschijnlijk ook een hoop kaf onder het koren, dat er eigenlijk alleen maar die hele zware en tijdrovende procedure via het strafrecht is. Ja, je zou kunnen zeggen, de politiek heeft 130 jaar geprobeerd om het anders te doen. De wet uitoefening geneeskunst, de gezondheidswet van 1865, daar toen is het woord arts uitgevonden, die heeft ervoor geprobeerd om de zorg alleen te laten geven door
Mensen die opgeleid waren en die een door de wet erkend beroep dat hebben. Dat lukt niet. En misschien nog eens proberen dat, dus. Dat lukt niet. En nou, men heeft eigenlijk die realiteit aanvaard. En nu een nieuwe wet, de beroepenwet individuele gezondheidszorg, waarbij dus 8 beroepen geregistreerd worden en nog een hele hoop beroepen de opleiding van geregistreerd wordt. En de rest is dus nu niet meer verboden. Je kunt dus een bordje op de deur spijkeren. Ik ben therapeut, zus en zo. Ja, dat kan. En ik denk dat men zich moet realiseren dat er dus registers bestaan en nu worden opgebouwd, ook voor een deel in de nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld bij psychotherapeuten is dat register er al. Dat kan geraadpleegd worden. Dus als bijvoorbeeld gemeenten sociale diensten willen weten... Ja, zoals in Groningen. Ja, ik vind het dus niet verstandig dat men niet een beroep heeft gedaan op dat register. Want dan had men kunnen weten dat het hier gaat om niet geregistreerde therapeuten. Dus u kunt niet controleren, maar u zegt individuen, mensen die in de problemen zitten, kunnen via een huisarts of via zo'n register kunnen erachter komen. Is deze instelling erkend of niet? Is dit juist, in principe, ja. Ja, en dan lijkt mij dat dus buiten de premie gefinancierde, dus zeg maar de ziekenfonds gefinancierde instellingen, zoals een RIAG, zoals een ziekenhuis, een psychiater die ook vrij gevestigd kan zijn. Dat men daarbuiten toch uiterst voorzichtig moet zijn. Ja. Want als morgen iemand u belt in de problemen en die zegt, meneer Simons, het instituut daar in Groningen, moet ik daar naartoe gaan of niet? Wat zou uw persoonlijk advies zijn? Nou, ik zou dus altijd bij zo'n vraag zeggen van, gaat het om een erkend therapeut? Maar deze instelling in Groningen? Wat zou uw advies zijn? Mijn advies zou zijn niet financieren in ieder geval. En ook niet gaan als patiënt? En ook niet gaan als patiënt. Meneer Simons, dank u wel.